16 jaar en ouder typen. Het is niet goed voor jullie onschuldige hartjes en hoofdjes. Dat mag niet. Dat kan niet. We gaan proberen. We gaan hem even testen met Viva Pinata. Ik heb echt de beste games. Of had. Oh my god, yes! Oxy, we love you! We love you, Oxy! Leg brush, gewoon eens kijken wat er is gebeurd. Viva Pinata is echt one of the best games ever. Bandicoon. Ik ben echt werkelijk zo ontzettend verslaafd geweest aan dit spel, hè. Het is echt niet, het is niet normaal. Koffie. Nou, in ieder geval, thank you very much, Oxy. Ik heb verder eigenlijk weinig minuten te showen wat ik mag showen. Ik zit zelf te denken, dan moet ik even jullie mening hebben. Van de crew, of course. Zou eigenlijk, de regel aangepast kunnen worden. Stel dat je een 16 of 18 plus spel speelt, dat het wel is dat het geen gore is of dingen die schokkend zijn ofzo. Want je hebt bijvoorbeeld 16 plus spel, dan zeggen we 16 plus waar totaal erin zit. Dat die aardig misbruikt wordt. Stel Kings of Amalur. Kings of Amalur is niet gore ofzo, dat is gewoon een goede RPG. Maar dan wordt het bijvoorbeeld 16 plus vanwege het geweld erin, vanwege het vechten. Bijvoorbeeld niet. Die moet je halen, Oxy. Dat is. Die is echt die geld waard. Kings of Amalur for the win. Maar denken jullie dat we dat zouden moeten bespreken met de crew?
Want anders heb je echt alleen maar... Hoeveel spellen? Wij zijn allemaal... De hele crew is boven de 18. Wij hebben allemaal spellen boven de 18 of 16. Want wij kopen automatisch spellen. Waar ik denk, hé, dat is mooi. Onze interesse. Assassin's Creed. Mass Effect. Left 4 Dead. Dan hebben we nog meer Borderlands. Alles is boven de 18. Ja, precies. Ik denk, als we gewoon even bespreken van... Titels overleggen, ja. 18. Komt het Utrecht, hè? 18, 8 jaar. 18. Gewoon niet op mijn accent lopen, bitchje. Tachtig. Ik vind Nederlands gewoon een rottaal. True story. Met de zachte G. 88. Maar dat is toch wel 88. Ik zal even in de Skype groep zetten. Je klinkt toch niet als Limpers, hè? Nee joh, je klinkt als een Belg. Oxy. Zo. Question. Nee, dat valt nog mee. Je klinkt meer als Ali, hè? Kunnen wij nog even Left 4 Dead gaan spelen met elkaar, hè? Even lekker zombies knallen! Vind je het gek dat ik gisteren de microfoon uit had gezet, anders worden al die mensen bang. Het wordt geweldig, Emiel. Kunnen we dan geen goed spelletje gaan spelen met elkaar, hè? Ik hoop... Oh ja. Omdat er oké, succes Oxy.
Emiel! Je bent nog niet klaar! Zeg even een Skype-gesprek, dat zal ons heel erg blij maken. Ik ga zo even kijken, Shanti. 2 seconden. Ik zeg echt elke keer 2 seconden. Elke keer wordt het echt irritant. Koffieverslaafde. Seoxy, success. We zullen je missen. Heel erg. Niks, om me gestopt. Emiel, check even Skype en reageer even serieus. We weten allemaal dat je een closet brony bent.